Zuidoost, waar wij ontmoeten de twee hoofdrolspelers van deze avond. Jezus, Tommy Christiaan en Maria Glennis Grace. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Ja, de belangrijkste voetbalvraag is natuurlijk... Wat gaat er op dit moment door jullie heen? Rust. Ontspannen bier. Ja, ik heb een chocomel met rum heb ik besteld. Ja, maar ben je al aan het zuurstof geweest? Of was het niet nodig? Nee, was niet nodig hoor. Glennis, als ik jou zie zingen... dan heb ik altijd het gevoel dat je het met twee vingers in je neus doet. Is dat ook echt zo? Nou, het grappige hieraan vanavond is, bij The Passion... is dat ik heel veel op mijn kopstem heb gezongen. En dat horen mensen niet vaak van mij. En dat doe ik ook niet zo heel erg veel. Want dat is best wel moeilijk. Dus ik had wel niet moeite, maar het was anders. Maar wel heel erg mooi. Dank je wel. Maar je moest er dus keihard voor werken, met andere woorden. Sowieso. Ja, ja. Hoe is dat voor jou, Tommy? Want jij hebt natuurlijk ervaringen als Jezus. Ja, ik bedoel, je was al Jesus Christ Superstar, nu Jesus Christ the Passion Star. Wat is het belangrijkste verschil wat jou betreft tussen die twee dingen, behalve dat het tv is? Tussen mijn theaterervaring en dit bedoel je? Ja, nee, als Jezus zijnde. Ja, ik heb hiervoor nog nooit Jezus gespeeld. Ik heb allemaal andere kleine rolletjes in Jesus Christ Superstar gedaan. Maar ja, ik denk dat het grote verschil... Het is camerawerk, dus het is veel minder groot. In het theater moet je altijd de achterste rij bereiken en groot spelen. En hier kan je het ook wat kleiner en wat intiemer. Hoe was het voor jou om deze rol te vervullen? Ja, een droom. De Passion stond al heel erg lang op mijn bucketlist. En ik hoorde ook al van de productie dat ik al een tijdje op een shortlist stond. Maar niet per se voor Jezus. En toen denk dat mijn deelname aan de beste zangers wel wat in beweging heeft gezet. En ja, als acteur en zanger en op zo'n gespreid bedje je ding kunnen doen... terwijl iedereen er alles aan doet om jou die prestatie te laten leveren. Dat is echt fantastisch. Glennis, heb je je telefoon bij de hand? Hij ligt voor me, ja. Ja? Wat was het laatste appje wat je hebt gekregen? Oh, wacht even hoor. Vind ik wel even leuk. Even checken. Ja. Nee. Ik heb wel mijn Instagram. Dat was mijn laatste, of tenminste een bericht waar ik naar keek. Was van Jim Bakken. En wat schreef hij? Want wij beiden hebben een nummer gezongen van Jim. Tenminste hetzelfde nummer, Schouder. Ja. En hij was zo trots. Echt zo lief. Dus wil je ook weten wat hij heeft gezegd? Ja, dat vind ik wel leuk. Oké, dat de beste zangeres van Nederland dan jouw nummer zingt, ken je wel janken. En wat is Tommy Chris goed? Kan niet alles zien helaas, maar alleen maar lof. Echt lief. Dus shout-out to Jim. Had je van tevoren bedacht van nou, als dit of dat lukt, dan ben ik tevreden? Of had je wat dat betreft weinig verwachtingen? Ging je er gewoon open in? Nou ja, sowieso toen ik voor het eerst hoorde dat ik mee mocht doen, dat ze mij gevraagd hadden, ben je heel erg vereerd. En dan vraag je je wel af, oké, ja, maar kan ik dat wel, weet je? Dus je moet, of tenminste, ik ben dan zo van, ja, ik zie het wel. Ik weet niet wat er gaat gebeuren en hoe ik het ga doen, maar ik moet het gewoon doen en ik moet hem nailen. En ik hoop dat ik dat gedaan heb. Voelde je ook, Maria? Ja, het grappige is, wanneer je krijgt dan een mooie jurk aan, een beetje sober jurk. En kijk, wanneer ik als Glennis op het podium stap, dan trek ik mijn Glennis kleren aan en dan voel ik me Glennis. Dus deze jurk was hier ook echt op gebaseerd, weet je, op Maria. Dus dan voel je ook echt wel Maria, ja. Tommy, heb jij iets geleerd van Jezus? Ja, nou ja, goed, ja, heel veel, denk ik. Waren we allemaal maar een beetje zoals die man. Dan was de wereld een hele mooie plaats, toch? Ja, wat vond je het mooiste in een van jouw dialogen? Nou ja, kijk, niet per se een dialoog, maar je gaat wel als acteur nadenken over wie is die man, weet je wel? En hoe ben ik eigenlijk zelf? En ja, ik denk dat die onbaatzuchtigheid en niet je door angst en je eigen onzekerheid laten leiden. En ik weet niet, het is gewoon het is zo'n onbaatzuchtig figuur of zo. En dat vind ik heel erg lastig in mijn dagelijks leven. Dus dat is absoluut iets waar ik iets van kan leren. Ja. Deze vraag kwam van Sabrina en hij is ook voor jou, Glennis. Dus wat heb jij meegenomen van vanavond? Nou ja, ik ben dus natuurlijk zelf moeder van een 11-jarig jongetje. Dus ik heb ik heb gewoon al het gevoel wat ik voor mijn kind heb. En natuurlijk heb ik niet hetzelfde meegemaakt als Maria, maar dan moet je... Dus gelukkig maar. Maar je moet je toch inleven in een rol. Dus ik ben gewoon moeder. Ik was op dat moment ook gewoon een moeder. Net als Maria. Ja, en je eigen kind verliezen is natuurlijk het ergste op de wereld wat er Daar is. Daar wil ik niet eens aan denken. Hou op met me. Snap je? Lorenzo stelt ook nog een interessante vraag. Wie zou jouw rol volgend jaar mogen overnemen? Aan wie was deze vraag? Aan beide.
Wat was de vraag nog één keer, sorry? Wie zou jouw rol volgend jaar mogen overnemen? Oh man. Nou, weet je wie ik steeds... die drie meiden. Oh, Jean. Of één van die meiden. Gewoon drie Maria's, hoppatee. Ja, waarom niet? Het is wel een keer wat anders. Ja, dat is waar. En jij, Tommy? Ja, er zijn zoveel getalenteerde mensen met wie ik heb gewerkt. Ja, Jim die heeft Petrus al gespeeld. Maar die mag wat jou betreft al een keer de hoofdrol hebben. Die heeft Jezus gespeeld. Dus ja, ik durf nu even geen namen te roepen. Maar ik denk dat er heel veel Nederlandse mannelijke zangers extreem geschikt zijn om deze rol te spelen. Er is gestemd via onze Facebookpagina. Het is natuurlijk maar een momentopname. De favoriete song van deze avond. Oh. Het is een duet tussen jou, Tommy, en Jean-Guy Macroy. Helma. Ja, is echt mooi. Was gaaf, yes. Hè? Mooie avond nog daar in Amsterdam. Dankjewel. Hel nou, lach nou, blijf nou, praat nou, doe nou, lieve vriend. Hel nou, lach nou, blijf nou, praat nou, doe nou. Lieve vriend, ik zou echt alles voor je doen. We doen dit samen, vriend, ik ben er voor jou. Maar ik kijk in een lege blik. Je bent jezelf niet en ik weet nou. Het is de moeite niet. Ik heb het geprobeerd, het is de moeite niet. En alles gaat verkeerd, het is de moeite niet. Ik heb het geprobeerd, is de moeite niet. Ik heb mijn liefde opgemaakt. We zouden samen een leven lang. Maar jouw vuur is uitgegaan. Ik ben je kwijt en ik ben zo bang. Het is de moeite niet. Ik heb het geprobeerd. Maar huil nou, lach nou, blijf nou, praat nou, doe nou, lieve vriend. Ik heb het geprobeerd, is de moeite niet. Maar alles gaat verkeerd, is de moeite niet. Ik heb het geprobeerd, is de moeite niet. Want als ik niets zeg en jij niets vraagt, dan kan ik beter gaan. En als jij hier zwijgend voor me staat, dan is het... Vriend, ik zou echt alles voor je doen. Maar het is te laat. Dag, meester.